en alle weegschalen. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor december 2015. Wat een maand, december. Het start in ieder geval voor de weegschalen. De weegschaal die gekend is voor zijn rust en voor zijn interesse in diplomatie en de kerk in het midden houden. Gedurende de eerste 2 weken van december weet ik niet zo goed of je in die rol zal kunnen blijven. Waarom? Weegschalen zijn over het algemeen people pleasers. Ze proberen het voor iedereen aangenaam te maken. Maar nu heb je Mars in jouw teken. En eigenlijk voor de ganse maand, maar vooral die eerste 2 weken, is het in feite voor de weegschaal een goed moment om net, als je het gevoel hebt in ieder geval, dat een aantal mensen, dat kunnen collega's zijn, maar ook je geliefde bijvoorbeeld, dat die een beetje over de grens aan het gaan is, over jouw grens, dan is het een goed moment om die grenzen een beetje te hertekenen. Om te zeggen, kijk, dit is wat ik ervan vind en ik kom hier op voor mezelf. Heel belangrijk voor de weegschaal gedurende de maand december. Dus doe dat ook. Dat zal alleen maar positief zijn. Het is heel belangrijk voor de weegschaal om nu deze maand te gaan zeggen waar je voor staat en wat je wenst. Wat je verlangens zijn, want Mars is jouw verlangens. Nu, Venus bevindt zich in Schorpioen, dat is jullie tweede huis. En dat is voor ongeveer de ganse maand december. En Venus in het tweede huis is heel goed om gelden aan te trekken, om cadeaus te krijgen. Dat is ook het tweede huis. Ik weet het is een maand waarin dat er voor vele mensen, niet iedereen, cadeaus uitwisselen met elkaar. En waarschijnlijk ga je die leuk vinden. Ik vind de cadeaus die ik krijg niet altijd leuk. Het duurde de maand december met kerst en zo. Maar in ieder geval, voor jullie, ziet dat er niet slecht uit. Het is ook een aangename maand, waarin dat je veel zelfwaarde gaat hebben. En dat komt goed overeen met die Mars in je eerste huis. In ieder geval, weegschaal. Voor jullie is het een maand van, ik sta voor wat ik sta, ik ben wie dat ik ben. En het is een beetje te nemen of te laten. Jullie zijn dat niet echt gewoon, maar ga ervoor. En je kan veel bepaalde dingen doorbreken als je dit doet. Bedankt voor het kijken. Als je zelf je persoonlijke horoscoop wenst, klik even hier onderaan en tot volgende maand.